De kwestie rond zeespiegelstijging en dambreuken in enkele districten is zorgwekkend. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken zei gisteren aan journalisten dat het ministerie al is begonnen met het verhogen van dijklichamen in Kommerwijnen. We hebben net op de weg naar zee, of laat me even over het algemeen vertellen, dat een jaar of twee terug ik reeds heb geconstateerd als OW dat de kwestie van zeespiegelstijging ernstig is. Dit ding is gebeurd in Saramaka, daar kwamen de eerste signalen. En nu zien we dat los van weg naar zee, zwaar in Kommerwijnen. En Albina hebben we ook ervaren. Dus die kwestie van zeespiegel is ernstig en daarom hebben we een programma opgestart om dijklichamen, rivier en zee op te hogen waar het urgent is. Dus in Kommerwijnen zijn ze volop bezig op dit moment. En weg naar zee ook, Saramaka hebben we eigen beheer gedaan. Weg naar zee is de situatie vrij ernstig. In die zin dat er geen ademruimte meer is. Dus wij hebben besloten om de sector van dijkenbouwers in Suriname aan tafel te roepen. Noor Mohamed geeft aan dat er alvast een voorstel gedaan moet worden voor een tijdelijke oplossing bij dambreuken. Hij vindt dat de oplossingsmodellen een paar jaren mee moet gaan. Sinds mijn aantreden was ik al bezig met internationale instellingen om financiering te zoeken voor een grotere bescherming van een groter geheel. En dat kan van alles en nog wat zijn hoor. Maar dat loopt een beetje traag. Dus dat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de weg naar zee. En vergeet niet dat, ik weet dat jullie erbij waren, toen ik aantrad als minister, was het gebied al verklaard met een bord als overstromingsgevaargebied. De minister zei ook dat een gebied niet zomaar het predicaat van overstromingsgevaar wordt toegekend.